We staan hier bij een natuurbouwkast. Dat is een kast waar raampjes in hangen van de Einraumbeute, de ERB. Einraumbeute is een Duits raamformaat. Het is een raamformaat wat een hoog raamformaat is. Lijkt heel erg op mijn Leensramen die ik gebruik. Voordeel van de Leensramen is dat die wat degelijker zijn. Die hebben een wat dikkere frame. Nadeel is dat ze wat minder goed verkrijgbaar zijn in ons deel van Europa. Vooral Spanje, Frankrijk, Polen. Dat is allemaal heel goed verkrijgbaar. Hier is eigenlijk die Einraumbeute redelijk goed verkrijgbaar, omdat dat in Duitsland een populaire maat is bij imkers die natuurlijker willen imkeren. Ik vind het een mooi formaat. Ik zou liever een wat steviger raam hebben. Daarom heb ik voor de Leens gekozen. Ik heb dit wel overwogen. Maar ik vind het een mooie kast. Het is een kleine kast waar je heel mooi op een natuurlijke manier mee kunt imkeren. En vooral door dat hogere raam kunnen de bijen eigenlijk een wat natuurlijker gedrag laten zien in hun verticale beweging naar boven en naar beneden door het seizoen heen. Hier heb ik op 10 juni ik denk 700, 800 gram bijen ingedaan met een rijpe dop. Weer een dop die we over hadden van het tilprogramma. Op verzoek van Wieger, want die wilde heel graag een nieuw volkje in deze kast hebben, omdat zijn volk overleden was. En het bijzondere was dat ik naar 3 weken heb gekeken en toen alleen maar darrenbroed zag. En veel darrenbroed. Hele ramen vol met darrenbroed. Dus dat was duidelijk dat er geen leggende werksters waren, maar dat er een koningin was die darrenbroedig was. Daar baalde ik natuurlijk van, dus daar heb ik Wieger laten weten dat hij de kast niet kon komen ophalen, dat ik hem leeg zou maken en opnieuw zou beginnen. Een week later keek, toen vond ik toch wel het legpatroon erg mooi. En dat deed me toch vermoeden dat er iets meer aan de hand was dan alleen maar een darrenbroedige werkster. Een darrenbroedige koningin. Toen heb ik besloten om het nog even te laten zitten. En vorige week heb ik gekeken. Die koningin is weer fantastisch aan de leg gekomen. Die heeft dus gewoon even moeite gehad met de stad. En niet voor elkaar gekregen om die eitjes bevrucht te leggen. Maar alleen maar onbevrucht te leggen. Daaruit blijkt eigenlijk dat als je zo'n darrenbroedige koningin even de kans geeft, dat er dus ook darrenbroedige koninginnen zijn die dan wel weer normaal aan de leg komen. Soms ben je dus als imker gewoon ook te snel. En door het tijdsgebrek is dat een geluk bij een ongeluk, want ik had deze onherroepelijk uitgeruimd en weggedaan. Maar dan was ik dus echt te snel geweest en door het tijdsgebrek heb ik nu dus geleerd dat je zo'n koningin, als je die wat tijd geeft, mogelijk nog gewoon kunt houden en wordt het toch een goed volk. Dat laat ik nu even zien. Ik ben gecharmeerd van natuurbouw, dus ik laat jullie ook even de natuurbouwramen zien en de wijze waarop dit volk zelf die ramen gebouwd heeft. In het midden heb ik 1 uitgebouwd raam gehangen, zodat ze een stad hadden. Maar dat is in principe niet nodig, maar daardoor hebben ze wel een wat snellere stad gehad. En daaromheen ontstaat dus dan de natuurbouw. Die laat ik jullie even zien. Nou, het is een risico om hier zonder kap in te gaan. Om 2 redenen. Oh, daar zit een heel mooi beestje onder de dekplank of onder de dak. Om 2 redenen. De eerste is, het is een nieuwe koningin. Dus ik weet helemaal niet met wat voor darren deze is aangepaard en hoe lief of hoe minder lief dit volk dan is. De tweede reden is, hier zitten veel oude bijen in. Want hier heb ik een week of 5 geleden een 750 gram volwassen bijen ingedaan. Die nu natuurlijk allemaal op hun eind zijn. En ik hoop dat de meeste weg zijn. Maar omdat dat broed wat later gestart is, blijven die oude bijen, die houden zich op de een of andere manier toch wat langer in het leven om zo'n volk een kans te geven. Maar dat zijn dan meestal niet de liefste bijen in de wereld. Je kunt zo'n volk vergelijken met een volk in het voorjaar. Die beginnen allemaal met oude bijen en die moeten zelf een heel nieuw broednest opbouwen. En dat is die volksontwikkeling, die is eigenlijk gelijk aan een volksontwikkeling zoals je die in het voorjaar ziet. Waarbij veel bijen, weinig bijen, veel broed moeten verzorgen. En die berg waar ze dan tegenaan moeten klimmen, ja, die is steil. En als ze dan eenmaal over die top heen zijn, namelijk de eerste generaties bijen lopen uit, ja, dan wordt het makkelijk voor ze. Nou, dit is zo'n mooie natuurbouwraam. Daar zie je een driehoek latje aan zitten, aan deze kant. Zo. Aan deze kant een driehoek latje aan zitten en daarbij bouwen die bijen dan uit. De eerste keer is het slim om dat driehoek latje even te voorzien van een klein beetje was. Een klein beetje was opgieten. En dan gaat het goed. En een trucje die ik van Wieger geleerd heb, die kende ik niet, is om aan de zijwand dat ook te doen.
waardoor de bijen eigenlijk makkelijker binnen dit frame blijven bouwen. Je hebt bij natuurbouw wel dat als dat raam ietsjes gekanteld in de kast hangt, dat de kast niet helemaal waterpas staat, dat die bouw dan voor het raam langs ontstaat. Want die bijenbouw willen eigenlijk altijd recht naar beneden bouwen. Maar door dat zijlatje schijnen ze makkelijker binnen dat kader te blijven. Nou, als we dan aan de buitenkant van de kast beginnen, dan zien we daar de start van een nieuw raampje. Altijd in een druppelvorm. En in dit geval herken je dan ook dat het volk niet zo sterk is, omdat ze maar één druppel hebben gemaakt. Sterke volken zullen snel met drie druppels tegelijk beginnen. Wat zwakkere volken meestal met één. Het tweede raam van buiten afgezien. Dat is toch een feestje. In het midden zie je nog wat darrenbroed. Maar je ziet daar ook al heel veel mooi werksterbroed omheen. Het ziet er gewoon heel goed uit. Nou, hier zie je dat raam waar in eerste instantie alleen maar werksterbroed was. Of alleen maar darrenbroed was. En daaromheen ontstaat nu het werksterbroed. En in het midden zie je het uitlopende darrenbroed. Uit de tijd dat de koningin nog niet zo nog niet snapte hoe ze die eitjes moest bevruchten. Kijk even of ik de koningin zie, want dan zal ik die gelijk even merken voor Wieger. Bij natuurbouwramen is het van belang dat je die niet kantelt, omdat die geen draad hebben. Het kan verstandig zijn om in het midden één. Oh, die had ik al gemerkt. Dat heb ik de vorige keer dus al gedaan. Dus daar loopt de koningin. En hier zie je aan twee kanten mooi werksterbroed. Daar heeft al darrenbroed gezeten. Dus die cellen die hebben ze weer netjes teruggebouwd. Want die waren natuurlijk hoger. Dan bouwen ze werkstercellen om tot darrenbroedcellen. Door ze hoger te maken. Nou, verder laat ik het niet zien, jullie geloven het wel. Maar die cellen hebben ze dus weer netjes teruggebouwd tot werkstercellen. Deze kast wordt verplaatst, dus die hangen we even vol met ramen. Dat die ramen wat minder goed kunnen verschuiven. Dat zit nu ook mooi vast. Wieger wil gaan werken met de katoenen doeken. Dus ik heb wat katoenen doeken voor hem gehaald. Dit volk wordt nog gevoerd. Natuurlijk in dit tijdstip van het jaar. Even kijken of dit goed uitkomt. Ziet er goed uit. Check, check, dubbel check. Ja. Zo kunnen ze bij het voer. Nou, dat was hem. Deze wordt zaterdag opgehaald.